goede optie gekozen. En dat is natuurlijk voor de Giants ook nog even zoeken. Hier de steal, Jean-Marc Mouema. En de eerste twee punten van de partij, 2-0. Dan vraag dat maar aan de Giants die tegen Sporting hebben het mogen opnemen in Europa. Hier is Jean-Marc voor 3, jawel, Jean-Marc Mouema. We zijn hier vandaag om naar de Giants tegen Brussel te kijken. Natuurlijk de strip van Bradford. En zo meteen de run. Ah, goed gevonden. Butterfield die gaat meteen schieten voor 3. Daar staat de banker. Nog een staggered screen en meteen schieten. Ja, Spencer Butterfield. En offensief loopt het al iets beter aan de voorbije wedstrijden. Bradford ook met de bom. Gekend stonden als niet zo goed driepunt schietende ploeg. Maar nu toch moeite hoor. Goeie. Ja, sterk gezien. De mismatch zelfs in de zone gecreëerd. Sterk werk hoor. En nu loopt het stroef tegen die zone. En daar inderdaad is de ruimte. Voilà, zo gemakkelijk kan het zijn tegen de zone. Toen maar zegt ik hoor niets. In de mismatch nu tegen Gutenius, die gaat schieten denk ik. Jawel, daar is hij, Bradford. 4-3 on the buzzer. De Santa Bradford tekent voor 24-16 na dat eerste kwart. Ja, rebound moeten ze onder controle krijgen bij de Giants hoor. Hazard in de post. Ja, goede help van Rogiers. Dat doen ze blijkbaar vaker als die bal in de post komt. Opnieuw nu de trap. Jonge Belgische guard van Brussels. Elijah Chibangu. Butterfield, 6 seconden op de shotklok. 4, die moet gaan schieten of gaan driven. Oeh, Spencer Butterfield. Terin erover van heel ver hoor. Terry erover. Nee. Maar wel weer die aanvallende rebound. Erover en het blokshot van ja. Brussels af te tekenen. Hier zoekt hij naar Toumba. De cut en weer de steal. Goed gelezen van Mouema. Dat is zijn tweede steal. Voor de Amerikaan. Bradford zoekt Butterfield. Ja, die twijfelt geen milliseconde. Spencer Butterfield. Ongelooflijk. Begon zijn carrière bij de Worcester Wolves in Engeland. Brussel stond er meer dan 30 achter thuis tegen Oostende. Oostende 67 punten bij de rust. Hier is de Ridder. Ja, die kan echt over. Dat daar niemand zich blesseert. Bradford met de steal opnieuw een turnover. Brussels, ja, die weten het allemaal niet meer. En hier is de Ridder. Moet gaan schieten, Bradford. Zulka erbij, mist hem. De Ridder met de aanval van de rebound. Gaat omhoog. Oh, het blokshot van Toumba. Pakt opnieuw zijn eigen rebound. 4 seconden nu nog. Smout die zich probeert over te werken. Hier is hij. Quinton Smout voor 3. Ja, wel hoor. Brussels en voor Zilka. Ja, defensief goede rotaties bij de Giants. Goede swing pass. Oh my god. Spencer Butterfield voor 3. Jawel, daar is hij opnieuw. Spencer. Upshaw van de corner voor 3. En help. Hey. Offense voor de Giants. Dus Payet gaat hij nog eens aanleggen. Ja, meteen schieten moet hij doen. En nu lukt hij hem wel. Sepetes Payet. Maar goed dat hij blijft schieten. Dat wil iedereen zien van hem. Hier op de drive. En mist hem nu. Rogiers met de follow. Net iets te laag voor de rover. Goede dribbel voorbij Butterfield. Mist hem. Bradford met de rebound. Outlet. 2 tegen 1. Hier is Thijs de Ridder. Met dunk. De rover. 7 seconden nog in dat derde kwart. Lorente. Skip pass naar Zilka. Het blokshot van Thijs de Ridder. Ja, ongelooflijk. Met ook twee blokshots al. Ham voor 3, die kan dat. En dat laat hij zien. Royce Ham, eindelijk. Hier is Mout. Opnieuw 4 Belgen dus op het veld. De Ridder aanleggen voor 3. Ja. We hebben dunks gezien van hem. We hebben vrijworpen gezien uiteraard van hem. We hebben nu ook een driepunter gezien. Despalier. Oh, met een two-handed dunk. Niet echt veel initiatief genomen. Despalier, hij wel. Hier is van Kleinput. Maar goed gevonden. Daar de Ridder. Vrijworp shotje. Ja, die top wordt gewoon niet meer aangevallen. Je kan gewoon schieten van op die top. Tuurlijk wel, Quintus Mout. Tuurlijk wel.